Kijk mensen, daar gaat de vrachtauto met de caravan. Krap de bolgries maar goed. En wij gaan nu zelf ook met mijnen. Hallo mensen en welkom terug bij een nieuwe vlog. Ik ben Mark en vandaag is het tijd voor weer een weekendvlog. Het is namelijk nu vrijdag 8 juli. Het is nu 4:30 in de middag en ik ga eventjes beginnen met iemand te bellen op Discord. Even kijken of hij wat leuks wil zeggen voor de vlog. Ik heb geen flauw idee. Of die überhaupt al kan nu. Maar goed, ik zit hier in ieder geval nog eventjes in mijn studio om nog even de laatste dingetjes te fixen voordat we op pad gaan. Want ik ga namelijk naar de kermis in Schermerhoren. Ja, de draaimal is al een dag nu open. Een paar uurtjes nu open vandaag. Dit is de eerste dag. Het is nu voor mij weekend, dus ik heb nu mooi de tijd om er ook heen te gaan. Dus dat gaan we dan doen. Zaterdag hebben we de hele dag daar. Zondag ook de hele dag. En maandag ook nog de hele dag. En dan heb ik het zeg maar over zondagavond en maandag afbreken. Zaterdag, zondag gewoon nog draaien. Super tof. Ik ga in ieder geval eventjes nu bellen. En als het goed is kunnen jullie me horen. Meen je dit nou? Marijn, jongen. Tjonge, jongen. Nou goed, die pakt ze in ieder geval niet op. Oké, daar niet. Er staat ook bij hem niet storen nu op Discord, dus ik weet niet, dat zal het wel mee te maken hebben. In ieder geval, wat ik nu eventjes aan het doen ben, dat is thumbnails maken. Ik ga mijn microfoon weer omhoog. Hoppakee. Geluid weer even wat zachter. En dat doe ik natuurlijk niet alleen. Nou, in principe doe ik het wel alleen, maar natuurlijk niet te vergeten een lekker muziekje. En dat is in dit geval van Master KG, KG of zo. De Jerusalema. Ja hoor. Dus ik ga even lekker genieten van de muziekie en van thumbnails te maken. Hij wil toch antwoorden, mensen. Voor mij. Yo. Yo, wat is er? Ah, een heel simpel ding. Wil je nog wat zeggen, wil je wat zeggen voor de vlog? Of niet? Ben je aan het vloggen dan? Ja. Oh, ja, dat weet ik wel. Nou ja, blijf maar. Als je nog niet geabonneerd bent, of je likes zijn video's niet, poe man, ga terug in kruipen man. Je moet abonneren op Altijd Mark man. Oké. Je hoort het mensen, abonneer op hem. Ja. Het is geen vraag, het is een bevel. Macht. Ja, dat was het. Simpel, was dat het? Ja. Ah, mooi. Hoi. Nog meer? Nee. Hoi. Alsjeblieft. Nou mensen, dat kan dus ook. Inderdaad, abonneer eventjes op mijn kanaal. Het zal super tof zijn. We gaan nog richting de 300 abonnees, wil ik zeggen. Maar het is volgens mij nu... Ik krijg een berichtje. Oh ja, tuurlijk. Dat kan ik alvast even laten zien. Ik ben al voorbereiding aan het doen voor de livestream. Want ik ga maar een uurtje live. Omdat we natuurlijk op tijd weggaan. Ik wil ook niet te veel... Oké, zeg ik al even. What the fuck trouwens, even. Wat boeit het maar als je gaat douchen? Nee, dat maakt niet uit. ja, eventjes, hij heeft een linkje gestuurd voor een videogesprek, zeg maar. Dus dan kunnen we gewoon met elkaar bellen in plaats van op Discord, want dat werkt niet helemaal. Dus dan gaan we zo meteen even livestreamen. Ik heb trouwens net al gegeten. Ik heb lekker patat gegeten, even snel. En de thumbnails die zijn voor nu klaar. Ik kan van huis zonder dat er video's missen ofzo. Dus dat is hem goed. Wat ik nu eventjes ga doen, dat is een kleine voorbereiding doen voor de livestream. Want elke vrijdag ben ik live van 7 tot 9 normaal gesproken op twitch.tv/markgames. Staat ook in beeld nu. En ja, in dit geval is het even wat eerder, maar ik stream wel op mijn wekelijks dag, vrijdag, tot 7 uur. In plaats van vanaf 7 uur. Dus, ik ga eventjes de stream zo meteen aanzetten. En dan zie ik jullie na de stream, als we gaan vertrekken. Dus, ja, tot zometeen. Zo mensen, we doen hier gewoon de deur dicht van mijn studio. Doet toch altijd wel even pijn als je het een week niet moet zien. Ik heb in ieder geval een pet mee, zoals jullie kunnen zien. Kabels, onder andere ook een GoPro. En dus deze camera en mijn koptelefoon. Hiermee gaan we dus, en nog een tas met allemaal spullen, die zal ik wel even laten zien. Daarmee gaan we dus nu onderweg naar Schermerhoren. De livestream zit trouwens op. Kijk, dit heb ik mee. Dit is allemaal voor de verzorging, zeg maar. De oplader van mijn camera. Tandenborstel. Heel veel kleren. Waaronder ook heel veel sokken. En een oplader van mijn telefoon. Helemaal top. We kunnen gaan.
Oké, mensen. Wij zijn hier aangekomen in Schermerhoren. En hier achter mij staat de vrachtwagen. En de caravan daar zo. En dat daar is de kermis. Daar staan wij. Schietsalonsen te zien. Daar nog van alles. Dus helemaal top. We gaan eventjes de caravan inladen. Zo mensen, we zijn lekker aan het draaien. We staan nu even snel stil, dus ik kan even snel wat zeggen. Kijk, zo ziet het eruit. Helemaal top. En daar nog iets. Helemaal mooi. Nog ongeveer een uurtje en dan gaan we weer dicht. Ja, het is natuurlijk alweer avond en dan gaan we nog even in de caravan zitten. A few moments later. Oké mensen, het is nu ongeveer, hoe laat is het? Het is nu 11 uur in de avond en wij gaan dicht. Dus de muziek gaat uit. En deze gaat uit. En die. En deze gaat aan. En wij zijn nu dicht. Oké mensen, het is nu ongeveer, hoe vroeg leven we? 12 uur en wij zijn afgebroken hier zo. Jullie zien het niet eens, omdat het licht ook uitstaan. De kermis is voor de rest ook dicht, alleen de lampen hier staan nog aan bij de zweef. Oké, nou, we gaan naar de caravan. Zo mensen, het is nu 1:15 in de nacht en ik zit hier eventjes achter mijn tijdelijke setup weer. Kijk eens even, ik ben bezig met een video en dit keer gewoon vanuit de caravan. Bezig met een video, holy shit. Ik hoop trouwens dat jullie een beetje te hebben gemist allemaal hier. Ik in ieder geval wel, in de kou niet echt. Nee. Maar goed, het maakt niet uit. Ik zit in ieder geval eventjes wat te uploaden. Wat is het? De download op 1.5 MB per seconde. Helemaal top. Dit was in ieder geval de vrijdag. Holy shit, ik hoop dat jullie hebben genoten voor nu van deze vlog. Morgen, voor jullie dus over een paar secondes, dan is zaterdag 9 juli. En dan gaan we de tweede draaidag meemaken. En ik ga waarschijnlijk nog een rondje over de kermis. Of eventjes een beetje door het dorp of zo. Even kijken hoe het er allemaal uitziet en zo. Maar er gaat in ieder geval wat meer gebeuren dan alleen draaien. Dus ik zou zeggen, ik ga zo meteen lekker slapen. Als dit afgerond is. En dan check ik jullie morgenochtend. Dus ik zou zeggen, welterusten. Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag zaterdag. Het was nou 9 juli als het goed is. Stel ik in beeld. En ik ben net wakker geworden, zoals je misschien ook kan horen aan mijn stem. En ik zal even gauw laten zien hoe de plek van de woonwagens eruit ziet. Kijk, letterlijk wij zijn hier de enige. Er staat nog een vrachtwagen, daar heb je de kermis. Voor de rest helemaal niks. Dus het is helemaal top. En het is nu precies zijn 9:45 in de ochtend. En de kermis gaat open om 2:30. Maar wij gaan om 2:00 al open, dat is even iets eerder. En ja, we hebben dus nog eventjes niks te doen. Ik ga als eerst eventjes hier achter mijn computer eventjes wat dingetjes fixen. Mijn tijdelijke setup namelijk. Ik moet nog eventjes een video of een titel en een thumbnail geven. Dat heb ik allemaal online staan. En dan kan ik dat zeg maar zo uploaden. Dat is helemaal top. Kost al wat internet, maar maakt niet uit. En ik ga dit even met rust laten, want hij stond nog bezig. Mijn telefoon, die neem ik even mee. Dat red ik wel. Een flesje water neem ik mee. Dan gaan we eventjes eten. Dat heb ik in een andere caravan staan. Het is niet dat ik alleen ben hoor. Maar nu even wel. Nou, dan gaan we hier eventjes eten. Dus ik zou zeggen tot zo, want er staat muziek aan, dat is copyright. Zo mensen, het is nu ongeveer 10:45 in de ochtend. Ik ga eventjes het zeil vast een klein beetje losmaken, omdat het zo meteen ook open gaat. Zoals je hier kan zien, het is nog helemaal dicht overal. Hier ook. En het waait wel, dat is wel jammer. Ik had wel een beetje wat meer zon verwacht en gewoon dat het windstil zou zijn. En dan haal ik het er doorheen en dan leg ik het gewoon binnen hier. Dat is het. En dat helemaal rondom. Zoals jullie erg vinden, ga ik eventjes mijn camera hier binnenleggen en dan eventjes aan het werk. Oké, mensen. Het is ondertussen 2:30 in de middag. En om 2:00 gaan we open. Dus ja, ik zit nu al te kijken naar kinderen die activiteiten aan het doen zijn. Kijk, daar zijn nog iets springkussens bijgekomen. Zo. En daarachter wordt nog iets opgenomen voor het nieuws. Ik heb nog geen lampen en muziek aanstaan. Dat komt zo meteen nog wel. Ik heb ondertussen al gegeten. Had ik knakworsten gegeten. Super lekker. En het is jammer dat het wel waait. Dat wel. Dat heb ik eerder ook al gezegd. Dus ik ga nog even lekker genieten van iedereen die hier aan het activiteit doen is. En dan zie ik jullie zo meteen weer. We gaan waarschijnlijk ook vanavond een rondje over de kermis. Of als het even rustig is. Dan ga ik namelijk even laten zien wat er allemaal is. Plus beelden maken. En dan is het helemaal top. Zo mensen, het is eventjes. We zijn nu voor 4:00 verder of zo. We hebben al lekker wat gedraaid en het is eventjes tijd om een rondje te gaan over de kermis. Dus geniet van de beelden en eventueel iets dat ik ga doen. Dus nu even een soort van alsof ik over de kermis ergens ga. Maar
ik sta er zelf, dus ja. We gaan in ieder geval voor een rondje. Oké mensen, het is nu 6:15 in de avond en we zijn eventjes aan het afwisselen wie er nu gaat eten. Ik ben zo meteen als tweede aan de beurt, zodat er altijd even iemand hier bij de zaak blijft. Het is nu redelijk rustig hier. Kijk, want dit is alles. Het valt mij. Oké mensen, het is ondertussen 6:30 in de avond en ik ga nu eventjes eten. Het is dus nu mijn beurt om te eten en ik hoor dat het wat klaar is. Kijk, ik heb het even op tafel gezet. Ik heb nasi met van die stokjes, dus ik ga even lekker eten. Zo mensen, ik zit nu 4:30 in de bus. Ik zit gewoon eventjes zo hier voor me uit kijken. En we zijn nu net dicht gegaan. We gaan nu nog hetzelfde omheen doen. En dan ga ik hier nog lekker even chillen. Even kijken wat er allemaal gebeurt hier. En dan zit de avond erover op. Dus we kunnen zien, witte lampen staan aan, rode gekleurde lampen staan uit. En daar is nog volop aan de gang. Zo mensen, het is alweer... hoe laat is het nu? 2:00 in de nacht al geweest. Het is volgens mij al 3:00 zowat. Ik leg nu weer in mijn caravan en ik ga deze vlog nog niet beëindigen. Dat is overmorgen pas. Het is nu zaterdag, het is ondertussen al zondag. Morgen is het dus zondag voor de vlog, zeg maar. En het is echt chaos hier, want iedereen vertrekt nu. Ik zal even laten zien. Dus jullie hebben kunnen zien. En misschien kan je het ook al horen. Ze toeteren radio's dan aan en gebrul en alles. Maakt mij niet heel veel uit. Is wel toch gezellig, maar ja. Oké. Het was in ieder geval een super goede dag vandaag. En morgen dan is de laatste dag hier met de kermis met het draaien. Dan gaan we beginnen met afbreken. Maandag ook afbreken en dan gaan we weer naar huis. Dan zit de vlog erop. Dus ik zou voor nu zeggen, welterusten. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag 11:00 op 10 juli. Holy shit. En ik heb heerlijk geslapen, dat wel. Het was een beetje laat geworden. Het was namelijk 2:30 geworden of zo. Want toen ik de vlog had afgesloten gisteren, dan ging ik nog eventjes daar naartoe. Dat heb ik altijd al gedaan, vrijdag ook, dus ja. Ik heb dit even opgestart, omdat ik eventjes een videootje ga eten, even snel. Of gewoon even de helft, zeg maar, dat ik toch nog even wat doe. Want ook als ik op pad ben, moet het gewoon nog steeds gebeuren, want anders had het niet gehoeven. Maar ik heb niet helemaal goed vooruit gewerkt, dus dan moet het wel even. Maar goed, zo voel je nog een beetje thuis. Ik ga dit snuffetjes doen. En ik zie jullie zo meteen, want dan moeten we alweer open. Want het is 11:00 en om 1:00 dan gaan we al die kant op sowieso. Dus ja. Oké mensen, het is alweer eventjes wat later. Ik heb de video ondertussen af. Jullie kunnen zien, mijn video is bijna 10 minuten. Hij is nu aan het opslaan. Het gaat natuurlijk even duren, want dit is niet zo goed per se hiervoor. En een stukje verderop in de feestzaal, daar hebben ze gelijk de muziek alweer aangezet. Het is letterlijk 1:00 in de middag. Oké, helemaal top. Het is tevens ook de laatste dag vandaag met het draaien. Dus vanavond gaan we afbreken. En ja, het is maar allemaal benieuwd wat we vandaag nog gaan meemaken hier. Sowieso ga ik nog even wat beelden maken van de kermis als het donkerder is, denk ik. Dan direct achteraan. Hou ik jullie op de hoogte terwijl we aan het afbreken zijn. Dus we gaan nu zo weer open. Zien jullie ook nog wel eventjes. Dus tot zo. Zo mensen, het is nu 3:00 in de middag en we zijn geopend. Alles is weer lekker in beweging. Oké mensen, het is al ietsje later. Het is nu rond etenstijd. Ik ga even een stukje hier vlak langs de feestzaal lopen. Dat zie je achter. Jullie horen de muziek ook al. We hebben een paar kleine storingjes gehad. Dat komt omdat er te weinig stroom wordt geleverd. Dus dat is even een klein probleempie. Maar goed, ik ben dus eventjes hier lekker over de dijk aan het lopen met Luna. Want die is er ook eventjes. Die is er gewoon even op bezoek. Dus we gaan eventjes een stukje lopen. En dan even eten en dan zometeen weer verder. Achter deze bomen zijn ze kermis, mensen. Holy shit. Oké mensen, ik ben even vergeten om mijn camera nu mee te nemen. Dus ik doe het even met mijn telefoon. Ik sta nu bij mijn caravan. En ik ga eventjes mezelf omkleden.
En dan gaan we zo meteen, de vrachtauto die gaat dan naar de molen toe en dan gaan we beginnen met afbreken. Holy shit. We zitten deze kermis erop, 3 dagen even leuk gehad. En er is nog een feest daarachter, dus het wordt nog even gezellig. Even tussendoor af en toe heen gaan. Dus helemaal top. We gaan beginnen met afbreken. Kijk mensen, de eerste vrachtwagen is er. En deze is van de trampolines. En die van ons die komt er ook zo aan. Oké mensen, onze vrachtauto komt eraan. Wat we gaan doen, dat is sowieso de beesten losmaken. De verlichting eruit halen, de kap leeghalen. En dan gaan we morgen verder met zeg maar echt de constructie en alles. En ik zal filmen dat hij eraan komt. Kijk mensen, daar is hij. Dus we kunnen beginnen. Dat was de oliebollenkraam en nu komt de vrachtwagen van de zweefmolen er ook aan. Kijk maar eens, er is hij hoor. Hij gaat hier tussendoor. Dat wil ik even zien. Kijk mensen, de schietsalon gaat er nu ook vandoor. Ik zal het wel voor jullie vastleggen. Nou, helemaal top. Wij zijn in ieder geval nog even bezig. We hebben nou net de beesten allemaal los. Die gaan nu de vrachtwagen in en daarna gaan we lopen met de lichten en zo. Dus we gaan op de goede kant op. Het is pas 11 uur volgens mij. Dus dat is wel mooi. Zo mensen, het was de zweefmolen en de schietsalon. Even een kleine update dat we nu aan het doen zijn. Op dit moment wordt het hemeltje zeg maar eruit gehaald en we gaan nog even de looplampen zo doen. Dat is helemaal top. Zo mensen, het is ondertussen 1:30 in de avond of in de nacht alweer. En ja, jullie zien het niet eens, maar we zijn redelijk opgeschoten. En voor de rest is alles al zo wat weg. Dat hebben jullie al kunnen zien. Het is nu tijd om naar de caravan te gaan, even op te gaan frissen en dan te gaan slapen. Dus ik zie jullie zo meteen nog eventjes. Zo mensen, het is nu ondertussen 2 uur in de nacht en het is tijd om te gaan slapen. We zijn dus tot ongeveer de helft gegaan met het afbreken. Het dak moet eraf, dat gaan we morgenochtend als eerste doen. En voor de rest, ja, het was een super gezellige avond weer. Of een super goede avond gewoon. Voor de rest de dag vandaag met het draaien ging niet zo heel erg lekker. Veel storingen, weinig mensen, maar dat is hier normaal blijkbaar op zondag. In ieder geval, morgen dan gaat de wekker rond 8 uur. Dus dat is, even kijken hoe lang ik dan ga slapen. Heel weinig slaap, maar 6,5 uur of zo. Maar goed, ik ga proberen zo snel mogelijk natuurlijk alles klaar te maken hier. Ochtendroutine en zo, dus misschien maak ik er 8:30 van. Moet ik even kijken, want om 9 uur gaan we sowieso weer beginnen. Voor nu bedank jullie voor het kijken naar dit stukje vlog. En ik zie jullie morgen op de laatste dag van deze vlog, namelijk op maandag 11 juli. Voor nu wel trusten. Een hele goede morgen. Tevens ook de laatste ochtend van deze vlog. Ik heb even mijn flesje water pakken, die had ik een beetje tussen mijn schouwen zitten. Of onder mijn oksels, zo noem ik het. Vandaag is het tijd om verder te gaan met afbreken. Ik weet niet of je het kan zien. Maar dat zal wel niet. Daar zo is de molen. En we gaan nu het zeil eraf halen. En het heeft een beetje geregend, dus dat is zometeen wel kut. Want dan gaat het allemaal ertussen vallen en zo, het water en zo. En daarna is het gewoon tijd om dingen te gaan lopen, zoals de palen en stangen en dat soort dingen. En dan gaat het wel iets sneller. Het is nu 9:15. Dus het is maar benieuwd hoe snel we klaar zijn.
Zo mensen, dat was de snoepkraam. En zover zijn we nu. Helemaal top. Het is nu 12:30 in de middag en we zijn al aardig opgeschoten. Achter mij zie je dat het al redelijk vol is. Hier hoort allemaal die platen en zo. En dit is wat we nog hebben te doen. Die assen die moeten zo meteen erin. Dan de palen, de platen daar zo. En dan dat grijze wat jullie daar zien. Dus dat gaan we zo meteen doen. Maar eerst even eten. En ik ga waarschijnlijk een roerbak eitje eten. Of zo, ik moet even kijken precies. Dus ik ga eventjes snel eten en dan gaan we daarna weer verder. Oké mensen, het is nu 4 uur in de middag. Redelijk vroeg en we hebben hem erin zitten. Holy damn. Kijk, hier stonden we. En het zit dus helemaal in, zoals jullie kunnen zien. Nou gaan we deze eventjes naar de woonwagen brengen. En dan gaan we zo meteen naar huis. Zo mensen. De vrachtwagen staat nu hier bij de woonwagens. En op dit moment wordt er iemand opgehaald. En daarmee gaat mijn caravan weer mee naar huis. En op deze vrachtauto daar gaat de andere caravan. En dan is dit plein hier weer leeg. Dan heb ik het over deze twee caravans. Die gaat dus met de bus zometeen mee. Die wordt, daar komt er nog iemand voor, die gaat ermee rijden. En deze wordt er achter de vrachtauto gezet. Dan zit hij er gewoon in. Holy shit. Het is ondertussen al 5 uur, want we zijn natuurlijk even bezig geweest al. En zometeen, dan gaan we dus naar huis rijden. En dan ben ik ontzettend benieuwd of alles daar nog een beetje heel is. Ik denk het wel. En dan is het gewoon zometeen alweer het einde van deze vlog. Holy damn. Er komen nog een paar autorijbeelden waarschijnlijk. Ik weet niet of ik in de vrachtauto of in de bus ga zitten, moet ik even kijken. Maar dat zien we dan zo snel mogelijk. Ik ga ondertussen eventjes de pootjes uitdraaien alvast. Want ja, mijn caravan die ken in principe gewoon al... Nou trouwens, wat we eerst even gaan doen, dat is mijn setup eventjes. Gewoon alles van binnenuit zeg maar eventjes slopen. Oké, wat we dan als eerst even doen, dat is natuurlijk hier de stekkers eruit halen. En ik heb serieus hier gewoon een video op geëdit. Besef dat. De koptelefoon, die moet weer los. Want ja, die hebben we thuis natuurlijk weer nodig. Wifi antenne eruit. Even inklappen, hier neerleggen. Ja, mijn koptelefoon die ligt hier, die is los. Deze moet ook zo meteen weer mee. Opladen moet zo meteen weer mee. Dan gaan we even kijken. Dan gaan we nu de tafel slopen. Ik schep als het ware dit helemaal zo eronder. Beeldschermpje erop. Zo. De computer die leg ik ook even neer. Dat betekent dus dat dit al klaar is. Zo legt het dan bij. En ja, het hoeft helemaal niet veel te zijn. Dit is het gewoon. Dus dit is voor nu goed. Mijn bed is voor de rest ook al klaar. Zometeen worden even die spulletjes nog ingepakt. En zo wordt even in de auto gezet. En dat soort dingetjes. Het is echt een pootje uit gaan draaien. Daarvoor ga ik eventjes hier onder deze bank dit openen. En dan legt hier deze stok. Dan gaan we eventjes naar buiten toe. En dan beginnen we hier eens met los te draaien. De volgende ook even. Dat is hier zo. Deze ook even. En de laatste, dat is deze. Zo, dan ruim ik alleen nog eventjes de houtjes op en dan ben ik in principe bijna klaar. Dan is het even wachten tot we aangesloten zitten en dan zal ik nog een totaalplaatje maken voordat we in gaan stappen. En dan gaan we vertrekken. Kijk mensen, daar gaat de vrachtauto met de caravan. Krappebol Gries, maar goed. En wij gaan nu zelf ook met mijnen. Helemaal top.
Oké, mensen, we zijn hier thuis aangekomen in de straat en we reden iets ver voor de vrachtauto uit, maar hij is er. Daarachter komt hij, dus we gaan even kijken hier of we het allemaal neer kunnen zetten. Oké, mensen, ik sta hier weer in de steeg en het is ondertussen 10:00 in de avond. We hebben alles hier neergezet, de caravans dus, en de vrachtwagen hebben we naar de schuur gebracht verderop. En dit is hoe het er nu bij staat. Hier staat deze caravan, daar staat mijne, dus helemaal top. Ik zal mijn caravan nog eventjes dicht doen en dan gaan we zo meteen eventjes naar mijn echte setup. Om gewoon eventjes de dag af te sluiten, denk ik. Helemaal top. Oké, mensen. Holy shit. Het is ondertussen 11:00 in de avond. Ik heb me eventjes lekker opgefrist. Ik ben omgekleed en ik sta hier weer voor de deur van mijn kamer. En ik ga na een weekend weer hier naar binnen. Oh, ik heb dit echt gemist. Ik moet het licht aan. Hier hebben we natuurlijk mijn studio, die heb ik vorige week zo achtergelaten. Of vorige week, maar gewoon afgelopen vrijdag. En hier, mensen, mijn bed. Holy shit. Ik ga hier echt lekker van genieten. Het was een super tof weekend. Ik ga er even bij zitten. Ik hoop allemaal dat jullie ontzettend hebben genoten van deze weekendvlog. Doe eventjes een duimpje omhoog. Volgende kermis, dat is over 3 weken hier zo in het dorp. Binnen die tijd ga ik 2 of 3... normale video's of vlogs maken. Moet ik even kijken. En met de kermis maak ik ook gewoon een vlog op 1 dag. Dus niet een week, maar gewoon 1 dag. Ik hoop dat jullie gewoon nogmaals hebben genoten. Morgen ga ik deze vlog editen. Tenminste voor mezelf dan. Voor mij morgen. Morgen is dinsdag. En woensdag komt hij online. Dus helemaal top. Wil je het wel andere video's zien? Klik op de knoppen naast mij. En hier abonneren. Dit was Kermis Schermen Horen. Het was een supergoed weekend. Nogmaals. Bedankt om af te kijken. Tot bij een nieuwe video. Doei, mensen!